zo ergend. Wat een wedstrijd. Ja, dat denk ik ook, ja. Heel lang leek erop dat het gewoon 1-0 zou worden. Ja, ze creëerden eigenlijk niet heel veel. En onze keeper hield ze een beetje in het zadel. Ja. Jammer van jou, maar dit hoort er ook bij voor een keeper. Ja, want jullie begonnen fantastisch. 1-0 voor. Ja, klopt. Ik denk makkelijk op 2-0 nog kunnen komen. Door twee keer een korte corner zag steeds dat ze niet goed opletten. Ja, dan moet je snel van profiteren. Want wie weet, je gaat weinig kans creëren tegen IJsselmeer. Dan maar op zo'n manier. En het lukte alleen jammer van die 2-0 dat die achterbleef in stel. En dan helpen ze nog een beetje de wedstrijd in. De tweede helft wisselen zij de hele rechterkant. Van mijn kant zeg maar. Voor ons positief eigenlijk. Dat betekent dat ze niet heel goed doen, maar... Ja, op een gegeven moment drukt ze ons zo bijna achter en dan zie je wel dat ze kwaliteit hebben. En ja. Dan maken wij twee fouten achterin en dan, dan denk je eigenlijk, stiekem denk je dan van ja, er moet nog een wonder gebeuren en dan Jesper met zijn specialiteit. Ja, en die zat er fantastisch in. Ja, ik stond naast hem, als je deze maakt bij Delft vandaag, dus alle credits naar Jesper. Ja, zijn jullie de morele winnaar vandaag? Ja, ja zeker wel. ze zeiden steeds dat dit geen derby is, maar je zag toen die 2-1 erin ging, ja, deze net als kampioen werden, dus dat zegt genoeg eigenlijk over deze wedstrijd. Maar tuurlijk, dat is een mooie voetbal, man. Ja. En dan maken wij hem 1 minuut later, ja, dat is toch mooi. Iedereen, uiteindelijk is iedereen blij vandaag. Niemand heeft verloren.